En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een pakketje unboxen. Pakketjes unboxing, meervoud. Want vandaag ga ik allemaal PR boxen unboxen die ik heb gekregen. PR stond best wel een lange tijd stil door corona en al die dingen. Dus heel veel bedrijven hadden al een hele lange tijd niks meer gestuurd. Wat ik volkomen begrijp. Ik bedoel van, we hadden er allemaal last van. Nou begint de PR weer binnen te komen en... Even kijken, de afgelopen tijd heb ik ineens best wel veel binnen gehad. Omdat dus iedereen was gestopt, is weer iedereen ook weer massaal in één keer begonnen. Dus ik dacht, ik ga gewoon een leuke PR-unboxing doen van de boxen die ik afgelopen week allemaal binnen heb gekregen. Van een aantal boxen weet ik al wat erin zit, maar van een heleboel ook niet. Ik heb die allemaal ook echt gewoon niet geopend. Want dan kan ik het gewoon samen met jullie vandaag openen en dan ook voor het eerst zien wat er nou echt in zit. Het meeste is make-up, maar ik heb ook sieraden en dat soort dingen. Dus niet alles is make-up, maar alles is sowieso beauty. Dus het heeft sowieso met beauty te maken. En het meeste is wel make-up. Want obvious heb ik een make-up kanaal. Omdat ik dus een YouTube kanaal heb en Instagram, krijg ik dus best wel vaak PR, gratis producten en dat soort dingen. Waar ik echt super blij mee ben en super dankbaar voor ben. Maar helaas kan ik nooit echt alles gebruiken. Want ik ben ook maar gewoon één persoon, één mens. En alles wat vaak nieuw is en die ik niet ga gebruiken, doe ik altijd in mijn winacties. En alles wat ik heb gebruikt en ik vind gewoon niks of whatever, geef ik aan mijn moeder. En die geeft het dan weer aan andere mensen die het nodig hebben. Dus dat is altijd wat ik doe met alles wat ik dus niet gebruik. Mijn winacties zijn altijd super random. Ik krijg heel vaak berichten van Sarah, wanneer komt er weer een winactie? Daar heb ik geen antwoord op, want mijn winacties komen gewoon zodra mijn winactiela vol is. En ik weet niet wanneer die vol gaat zijn. Die is vol op een dag gewoon wanneer die ineens vol is. En dan heb ik weer een winactie. Dus op die manier doe ik dat altijd. Als je dit soort video's leuk vindt, vergeet dan vooral niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Voordat ik begin zal ik even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb, want die vraag krijg ik altijd. Ik heb een lippotloodje op van Juvia's Play in de kleur Lush. En een lipgloss van Makeup Revolution. Dit is de Hydra Bomb Lip Gloss. Een dupe van de Fenty Gloss Balm. In de kleur Dripping. Dus deze combo heb ik nou op mijn lip. Oké, we gaan van start met het eerste PR pakketje. En dat is deze van Urban Decay. Ik weet al wat erin zit, want ik heb het al gezien. Obvious. Superleuk. En ik heb van hun nieuwe primer en nieuwe setting spray gekregen. Zoals we weten is de Urban Decay setting spray echt een favoriete spray van heel veel mensen. Ook van mij. En die heb ik ook. Deze had ik niet gehad in PR. Deze heb ik gewoon gekocht. Want ik vind hem gewoon zo goed. En ik vind hem echt super fijn. Deze gaat er echt voor zorgen dat je make-up super super lang op blijft. Maar nou hebben ze dus ook allemaal nieuwe producten. Ik zal beginnen met de primer. Dit is de Urban Decay Face Primer. Ik ga vandaag alleen maar unboxen. Dus niet aanbrengen. Aanbrengen doe ik gewoon in andere video's. Als je nou vandaag iets ziet waarvan je denkt, hey Sarah, dit wil ik echt super graag in een video zien, laat het me beneden weten in de reacties. Want als veel mensen iets willen zien, dan ga ik er zeker een video over maken. Of in ieder geval gebruiken in een video. Oké, dit is dan de nieuwe Urban Decay All Nighter Face Primer. Long Wear Foundation Grip. Prep Smooth and Perfect. Dus dit gaat ervoor zorgen dat je make-up langer goed blijft zitten. En dat je gezicht mooi smooth maakt. Dus hier ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dan heb ik ook hier hun twee nieuwe sprays. Eentje is matte en eentje is ultra glow. Dus glowy, glanzend. Superleuk. Matte is natuurlijk ideaal voor iedereen met een vettige huid. Zo ziet de matte eruit. Ook echt zo'n matte verpakking. Gaat helemaal samen met het matte aspect. Dit is het verschil met de normale. Dit is de normale en dit is de matte. Even kijken of in allebei evenveel zit. Ja, in allebei 118 milliliter, dus gewoon evenveel. En dan is hier de Ultra Glow. Deze is dus een lichtere paarse kleur en dit is het verschil met de normale. Deze heeft ook gewoon 118 milliliter. Dus dat is een hoop. Ik moet ook zeggen dat deze sprays van hun echt super lang meegaan altijd. Ik ben echt heel erg benieuwd, vooral naar de glowy, want ik heb een droge huid, dus ik hou altijd van de glow. Weet je wat? Ik ga hem gewoon even opsprayen. Hij voelt echt precies aan als gewoon hun normale spray. Hij is ook gewoon lekker zacht op de huid. Oké, dit zijn dus echt hele leuke producten. Vooral heel benieuwd naar de primer. Ik heb het gevoel dat hij heel goed gaat zijn. Ik weet niet waarom ik dat gevoel heb, maar dat gevoel heb ik gewoon. Dan heb ik hier pakketje nummer 2. Dit was ook make-up volgens mij. Even kijken. Ja, dit is ook make-up. Oh my god. Dit is een pakketje van Technique Cosmetics. En dit zijn allemaal nieuwe producten van hun. Technique Cosmetics is te koop bij Uzi Shop. Echter kracht. Krijg ik de PR echt rechtstreeks van hun. Dus ik heb ook heel vaak producten van hun gehad die hier helaas niet te koop zijn. Ik heb hier de Technique Blotting Poeder. Het is gewoon zo'n lichte poeder. Dit is voor als je een vettige huid hebt. Als je dat dan op de vettige plekken aanbrengt, dan wordt het weer mooi mat.
Zo ziet hij eruit. Dan heb ik hier een nieuw paletje van hun. Oh wauw, deze ziet er heel mooi en nude uit. Dit doet mij een beetje denken aan de Huda Beauty paletjes. Die naturel paletjes van haar. Maar dit is dan een meer betaalbare versie. Dit is de verpakking. Deze ziet er ook echt top uit. Ook hele mooie kleuren. Ik hou van dit soort kleuren. Ik hou altijd van bruin. Dan heb ik hier ook nog wat gezichtsmaskertjes van hun. Ik heb hier een sheet mask. Dit zijn er twee. Moet je ze dan allebei aanbrengen? Nee, het zijn gewoon twee aparte maskers van elkaar. Deze en deze. Hier heb ik de Illuminating Pineapple masker. Die moet dus je gezicht laten glanzen. Daar hou ik altijd echt van. Ik hou van glanzende gezichtsmaskers. En dan heb ik als laatste deze. Kijk, zoals je kunt zien is het een beetje waterig. Zien we dit? Kijk even hoe apart. Er zit gewoon een soort van waterig iets in. Dit is een masker die hydrateert. Je moet dus dan dit water aanbrengen op je gezicht en dan het masker erop. Hier ben ik benieuwd naar. Ik heb best wel vaak maskers van hun geprobeerd. En ik vind ze altijd best wel gewoon fijn. Dan heb ik hier ook een wenkbrauw gel van hun. De verpakking is super groot. Ik hou van wenkbrauwgel. Ik gebruik altijd wenkbrauwgel om mijn haren zo mooi omhoog te brengen. Kijk, dat heb ik nou ook gedaan. Zoals je kunt zien, staan mijn haren omhoog. Dat doe ik altijd met een wenkbrauwgel. Dus, dit ziet er best wel veelbelovend uit. Hier ben ik heel blij mee. Dan heb ik van hun een lipstick. Dat is deze. Dat is een lipstick van hun. Oh, in een hele mooie nude kleur. Oh, je moet zo hieronder drukken. Oh, wauw. Het is een hele mooie licht rozige nude kleur. I love it. Het lijkt een beetje op wat ik nou op heb. En het voelt ook heel creamy aan. En dan heb ik hier nog een stick. Een lipstick stick in het rood. Deze ziet er ook heel mooi uit. Maar ik denk dat ik deze in een winactie ga doen. Want ik heb al heel veel van dit soort dingen. Dat was dus alles wat ik van hun heb gehad. Deze lipproducten, wenkbrauw, maskers, oogschaduwpaletje en deze poeder. Super leuk. Super bedankt hiervoor. I like it. Dan ga ik verder met een pakketje van Pixi. Ook hier ben ik heel erg benieuwd naar. Ik heb hem nog niet opengemaakt. Dus ik weet god niet wat erin zit. Dit is dan wat je ziet als je het openmaakt. Oh my god. En dan staat er zo ready. Ik ben zeker ready. Dit is dan het pakketje. En dan is dit hoe het eruit ziet. Pixi verpakkingen zijn altijd zo mooi. Dat roze en groen altijd. Ik vind dat echt prachtig. Oh my god. En dit zat er ook nog op. Ik weet niet wat dit is. Ik heb echt een heleboel Pixi producten. En ik vind Pixi echt een super fijn merk. Pixi is hier te koop bij de makeupspot.nl. Oh, dit zijn gewoon allemaal van die stencils of zo. Dat is apart. Ik weet niet precies wat ik hiermee zou moeten doen. Oh, je kunt hiermee swatches maken. Je plaatst dan zo deze hier. En je kunt dan zo daarmee swatchen. En dan komt die afbeelding zo op je arm. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Vooral voor mensen die heel vaak swatchfoto's maken en zo. Op Instagram en dat soort dingen. Ik doe dat niet heel vaak. Ik heb dat wel vroeger gedaan heel vaak. Dus als ik ze vroeger had gehad, was ik er nog blijer mee geweest. Oké, dan gaan we nou even zien wat er gewoon echt in zit. Oh, wauw. We hebben twee oogschaduwpaletjes. Vooral naturel kleuren voor everyday looks. Je hebt matte en glanzende kleuren. Dit ziet er echt prachtig uit. Dit paletje is meer met bruinige nude kleurtjes. En dit paletje is meer nude, maar dan ook een beetje rozige mauve kleurtjes. Dit paletje heet Rosette Ray. En de andere heet Hazelnut Haze. Allebei echt ideaal voor everyday, ook voor to go. Want ze zijn best wel klein en je hebt ook een grote spiegel. Hier ben ik heel blij mee, wauw. En dan hebben we ook nog twee gezichtspaletjes met highlighters, blush en een bronzer. Dit paletje heet Sugar Blossom. En dit paletje heet Honey Nectar. Eentje is lichter en de andere is donkerder. Ik denk dat deze iets donkerder iets meer geschikt zou gaan zijn voor mij. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dit paletje is echt geschikt voor mij. Dus deze ga ik houden. Dit paletje ga ik in een winactie doen. Want dit zijn echt hele lichte kleuren. En het heeft niet echt nut voor mij om allebei de paletjes te houden. Dus deze gaat ook in een winactie. Next up is dit paletje van Clay & Glow. Ik weet al wat erin zit. Want hun zijn met een nieuw product uitgekomen. Voor de mensen die Clay & Glow niet kennen. Clay & Glow is een bekend skincare merk uit Nederland. Ik vind het altijd heel erg leuk als ik leuke bedrijven zie. Gewoon hier uit ons landje. Daar ben ik altijd extra enthousiast over. En ik heb al een aantal producten van hun. Ik heb ook hier hun crème. Deze heb ik nog vandaag gebruikt. Deze gebruik ik elke dag. Ik vind die echt super fijn. En dit is hun nieuwe scrub. Dit is dan wat je ziet als je het pakketje openmaakt. Kijk hier hun scrub. Oh god, ik scrub mijn gezicht echt best wel vaak. Want mijn huid is droog. Dus ik moet echt af en toe een beetje velletjes scrubben en zo. Dus hier ben ik heel enthousiast over. Ik vind hun masker ook heel erg fijn. Die heb ik al twee keer opgemaakt. Dus ik ben altijd
wel heel blij met al hun producten. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar deze scrub. Hier is ook een kleine uitleg erbij van de scrub. 97% zijn natuurlijke ingrediënten. En dan is hier ook echt de scrub. Wat is dit, een grote verpakking? Oh, ik heb hem omgedraaid vast. Dit is de verpakking. Ik moet ook zeggen, hun verpakkingen altijd zijn ook echt... Is ook echt gewoon wowie altijd. Super mooi. En ik hou van roze. Dus ik vind dit altijd heel erg leuk. Met jojoba beets en melon. En je krijgt 100 milliliter. Dus best wel veel gewoon. Oh, kijk dan. Deze verpakking is echt super leuk. En dit is dan de face scrub. Het is best wel groot. Dus dit gaat echt wel gewoon eventjes mee. Hier ben ik echt, echt heel benieuwd naar. Ik vind het echt heel leuk. Vooral omdat ik al zo enthousiast ben over allebei hun andere producten. I love it. Deze gaat zeker worden uitgeprobeerd. Next up is nog een grote doos. Ik weet alleen niet wat hierin zit. Oh, ik weet al wat dit is. Dit is een PR-pakketje van een PR-bureau. Ik heb ook af en toe pakketten van echt PR-bureaus. Die hebben dan heel veel verschillende bedrijven met wie ze werken. En dan af en toe wordt er gewoon iets opgestuurd. Ik weet ook nooit wat het dan is. Omdat ze dus met zoveel bedrijven samenwerken, kan het echt altijd van alles zijn. Maar hun hebben mij een pakketje gestuurd van Body Sense. In het briefje stond dus dat hun mij een video hebben gezien over hoe ik bruin. Ik heb een hele video daarover gemaakt. En ik gebruik altijd Body Sense. En nou hebben ze mij een heel Body Sense pakket gestuurd. Daar ben ik heel blij mee, want ik gebruik die letterlijk. Ik heb mij nog eergisteren gebruind, niet gisteren. Dus dit bruine wat je hier ziet is ook van Body Sense. En nou hebben ze eentje gestuurd, de Ultra Dark. Dus super donker. Ik denk dat ik hierover een video wil maken. Let me know als je hierover een video wilt zien. Wat ik ook van hun heb gehad is hun Milk. Dit is handig voor mensen die niet te snel te bruin willen worden. Als je gewoon dit een beetje opdoet elke dag, word je gewoon steeds ietsje bruiner, ietsje bruiner. Voor het geval je dit bijvoorbeeld te heftig vindt. En we hebben de Self Tan Eraser. Voor als je je tan eraf wilt halen. Heel erg handig. En ik heb dit van hun gehad. Er zat verder niks in ofzo. En deze handschoen om het mee aan te brengen. Ik heb al twee van dit soort handschoenen. Ik heb al één backup. En dan heb ik nog een backup. Hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Vooral met de mousse. Want de mousse is wat ik gebruik. Die ik gebruik breng ik even nou hier in beeld. Die heb ik ook nu gebruikt. Dat is wat je nu ziet op mijn huid. Maar ultra dark, dus extra donker. Ik ben heel benieuwd hoe donker ik dan zou worden. Want ik vind dit altijd gewoon mooi genoeg. Niet te bruin, weet je wel. Ik wil niet helemaal overdrijven en helemaal zo super bruin worden. Dus ik hoop dat hij niet te bruin gaat zijn. Maar ik wil hem wel gewoon op zijn minst één keer proberen. Dus dat ga ik zeker doen. Dus heel erg bedankt hiervoor. Ik ben er echt heel blij mee. Het volgende wat ik heb gekregen zijn deze twee kleine pakketjes. En dit zijn sieraden. Even kijken hoor. Want ik moet even hun Insta zoeken. Want ik wil het wel goed uitspreken. Van Le Ma Jewels. Als ik het goed uitspreek. Het is van hun. Ze hebben een Instagram en gewoon een normale website waar je kunt bestellen. En ik heb van hun drie sieraden gekregen. Super, super leuk. Ik hou altijd van sieraden. Als je een heleboel van mijn video's bekijkt, zie je ook dat ik elke keer weer andere sieraden draag. Want ik wissel in elke video van dat. Ik heb hier van hun een ketting. Kijk eventjes hoe mooi. Is dit niet echt prachtig? I love it. De prijs van deze is 30 euro. En hij is zo goud. Ik draag altijd goud. Bijna altijd echt. Nee, dit gaat nu niet echt staan met wat ik aan heb. Maar dit is dan ongeveer hoe het eruit zou zien. I love it. Super, super mooi. En dan hierin heb ik nog twee sieraden. Nog in een ketting. Oh mijn god. Deze. Dit is een beetje een meer halter kettingachtig. Deze kost 40 euro. En dan als je die zou omdoen, dan is het een beetje zo. Zo. Zo gaat hij dan zijn. En zoals je kunt zien is hij hier zo gekleurd. Je hebt groen, blauw, paars. En de rest is gewoon heel mooi zilver. Kijk, hier is het van iets meer close-up. Zien we die kleurtjes? Superleuk. En wat daarbij past, is ook zo'n armbandje. Die heeft ook zo die kleuren. Deze armband kost 30 euro. En dit is dan hoe die eruit ziet. Ook zo met die kleurtjes, kijk. En dit is dus een set. Superleuk. Wat ik ook heel fijn vond aan deze armband is dat hij ook heel klein kan worden gemaakt. Ik heb altijd het probleem dat elke armband te groot is voor mij. Want ik ben hier super smal. Ik ben echt net een kind. Ik heb echt super smalle polsen. Dus ik ben blij dat deze gewoon paste om mijn arm. Dus super mooi. Hier ben ik heel blij mee. Dit zijn dus alle producten die ik heb gekregen van hun. Super bedankt daarvoor. I like it. Next up is een pakketje van een PR-bureau. Hierbij wist ik ook weer niet wat erin zat. Want PR-bureaus hebben dus heel veel verschillende merken. Maar ik had hem al opengemaakt en ik weet al wat erin zit. En het is de nieuwe collectie van Catrice. Dit is wat je ziet als je het pakketje openmaakt. Beauty Trends van Catrice. Dit is dan het pakketje Catrice Product News Insight. Ik heb al een aantal producten gezien op Instagram. En
laat ik zeggen, ik ben er enthousiast over. Ik zie ook nieuwe gezichtsproducten. Ik hoop dat ze mijn huidskleur goed hebben gewerkt, want dat gaat echt heel vaak mis. Kijk eventjes dit. Ik denk dat ik hier sowieso een hele video over ga maken. Ze hebben een nieuwe foundation. Oh mijn god, en de kleur is perfect. Volgens mij tenminste, het oogt perfect. Dat hebben ze echt goed gegokt. De True Skin Hydrating Foundation. Oh mijn god, eindelijk een keer hydrating. Alles is bijna altijd mat. Alleen mijn huid is droog. Dus ik hou ervan als iets hydrateert. En dat doet deze. Dus dit ziet er echt geweldig uit. Oh mijn god, ik heb de kleur Warm Olive. Dat is echt perfect. Oh mijn god, ze hebben dit echt perfect gegokt. Dit gaat echt een goede match zijn. Maar er is meer. Ik heb ook dit gekregen, maar deze gaat in een winactie. Want ik gebruik dit nooit, want ik heb altijd acrylnagels. Dus deze gaat sowieso in een winactie. Ik heb ook een nieuwe lipbalm van hun gekregen. Hier ben ik wel blij mee, want ik gebruik heel vaak lipbalmpjes. En er zit heel veel in, staat hierop. Er staat op hyaluron, vitamine E, shea butter, green tea en joji berry of zoiets. Heel even swatchen op mijn hand, want ik ben best wel benieuwd. Oh, het is zo'n hele licht roze kleur. Zien we dit? Deze. I love it. Ik hou altijd van dit soort beetje nude-achtige kleurtjes. Dan heb ik hier een wenkbrauwkit volgens mij. Oh nee, een eyeshadow palette. Lijkt dit niet op een wenkbrauwkit of ligt aan mij? Het is gewoon oprecht een eyeshadow palette. Mineral eyeshadow. Het is een heel nude oogschaduwpaletje. Ook heel handig voor to go. Ik vind de verpakking wel echt heel apart ofzo. Dit vind ik echt heel erg apart. Ik moet wel zeggen dat ik echt al 500 paletjes heb met dit soort kleuren. Dus deze gaat ook in de winactie. Dan heb ik hier van hun nog een nude oogschaduwpaletje. Ik weet niet wat al deze merken hebben met hun nude oogschaduwpaletjes. Dit is Catrice Nude Collection Eyeshadow Palette. En dit zijn dan de kleuren die erin zitten. Matte en glanzende kleurtjes. Ook dit is weer zo'n paletje waarvan ik er al echt 500 heb. Dus deze gaat ook in de winactie. Maar ik vind hem er wel heel mooi uitzien. Ik denk echt dat ik iemand hier heel blij mee kan maken. Dan heb ik hier van Catrice de 24 Hour Brush Liner. Op heel veel van de make-up staat ook zo no. En dan staat er gewoon no. Geen parabenen, geen microplastic en no packs added. Dus er zit allemaal van alles niet in wat schadelijk kan zijn. Dat vind ik top. Catrice is een van de beste betaalbare merken als het gaat om eyeliner. Hun hebben van die pennen en die zijn echt geweldig. Dus ik ben hier heel enthousiast over en heel benieuwd naar. Dan heb ik van hun de Pore Minimizing Serum. Dat is deze. Ik heb al ooit zo eentje van hun gehad. Was een beetje moi van mij. Ik vond hem niet super goed, maar ik wil hem zeker wel weer gewoon gaan proberen. En ik heb hier een nailolie, nagelolie. Ja, die gebruik ik ook niet echt, dus deze gaat ook al in een winactie. Oh, en ze hebben de Catrice True Skin Concealer. Dus dit is een match met elkaar. Deze ga ik echt 100% allebei proberen. Dit is ook waterproof hyaluronic acid bedoel ik. En ik heb hem in de kleur Neutral Biscuit. Deze kleur ziet er ook echt geweldig uit voor mij, dus... ja, I love it. En als laatste in het pakketje hebben we een random lippotloodje. Echt super random. In de kleur 20 What a Doll. Dus ook weer zo'n nude kleurtje. Even swatchen. Oh, dit is ook weer zo'n licht roze kleur. Matcht perfect met die gloss van net. Of What Took Was. Als je die twee samen aanbrengt, dat zou echt een geweldige combo zijn. Dus dat waren alle producten van Catrice. Dan heb ik hier nog een pakketje van Miki van Max & More. Dus dat is dat merk van de Action. Hun hebben helemaal een nieuwe collectie. En ik heb denk ik nou waarschijnlijk hun collectie ontvangen. Ik heb al een video gemaakt over hun collectie. Ik had alles al gewoon gehaald in de winkel. En nou heb ik het gehad in PR. Ik ga toch gewoon even alles laten zien. Alles wat ik al heb gaat sowieso in een winactie. Maar ik kon sowieso niet alles van de collectie vinden. Dus ik ben best wel benieuwd naar alle producten die ik toen nog niet kon gebruiken. Die video staat al online op mijn kanaal. Dit is dan hoe de doos eruit ziet. Ze hebben echt een volledig nieuwe collectie. Een hele andere collectie gaat helemaal uit de Action. En die hele nieuwe collectie komt. En aangezien ik al een heleboel van die make-up heb geprobeerd. Ik vind deze collectie ook echt een upgrade. Het is echt een stuk beter dan hun oude collectie. Tenminste een aantal producten. Oké, dit is dan de hele collectie. Oh my god. Iets wat ik al gelijk zie wat ik niet kon vinden zijn de lipbalmpjes. Dit is een hele donkere kleur. Dus deze had ik nog niet geprobeerd. Je hebt een aantal kleuren. Als het goed is heb je dus drie kleuren. Ik kan maar drie kleuren vinden hier
In deze collectie. Je hebt donker, een beetje rood en een lichte nude kleur. Deze had ik dus niet in die video getest, want deze kon ik niet vinden. Dan hebben we ook een heleboel lippotloodjes. Ik kan jullie al zeggen, deze zijn geweldig. Deze had ik ook van hun oude collectie. Deze lippotloodjes zijn echt een aanrader. Haal die echt, zijn echt amazing. Dus ik ben ook heel blij dat ik deze heb gekregen. Oh, er is er nog eentje. Er zijn een heleboel beetje nude kleurtjes, ook rood en zo. Dan heb ik hier drie zwarte oogpotloodjes ook gekregen. En hun matte face primer. Deze had ik in die video getest. Ik vond hem in de video niet zo fijn, want hij moet je gezicht mat maken. Maar ik had het gevoel dat hij dat totaal niet deed. Ik zag gewoon nog een glans en zo. Maar toen ben ik door een heleboel van jullie bericht, die hem ook hebben met een vettige huid. En die vinden hem echt geweldig. Ze zeiden je moet gewoon even wachten en dan droogt hij uiteindelijk mat op. Dus een heleboel mensen vinden hem wel fijn. Dan heb ik hier ook een contour stick. Die had ik ook niet in die video. Deze ga ik zeker twee te proberen. Want ik hou van cream contour. Ik heb ook vandaag cream contoured. Ik heb hem in de kleur dark. Oh mijn god. Mensen, de nieuwe fixing spray. Jullie weten van mij, ik ben echt verzot op hun fixing spray. Dit is van hun oude collectie. Ik heb er hier nog drie staan of zo, want deze spray is echt geweldig. Gebruik ik in elke video. De meeste van jullie weten dat ook. Dat hoef ik echt niet meer te vertellen. En toen die spray eruit ging, ik dacht echt, oh mijn god, hoezo gaat de beste spray ever weg? Maar het werd dus gewoon vervangen met deze spray. Ik heb er ook al een aantal berichten over gehad van meiden die hem al hebben. En die zeggen dat die gewoon precies hetzelfde werkt als de oude. Dus daar ben ik heel enthousiast over, mensen. Deze spray is echt amazing. Oh mijn god, ik kan niet eens beginnen met te vertellen hoe geweldig deze spray is. Deze spray ik altijd in het midden van mijn make-up proces over mijn gezicht. En deze gaat ervoor zorgen dat je hele gezicht er extra smooth uitziet. En niet meer zo poederig en zo make-upachtig. Dit laat alles mooi in elkaar smelten. Deze is echt geweldig. Dan heb ik hier nog een klein nude oogschaduwpaletje. Weer een nude paletje. Ik was gek van alle nude paletjes. We hebben ook een blush. Deze had ik ook niet in die video, want die kon ik niet vinden. Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Gewoon een mooie matte blush. Ga ik zeker gebruiken in een video. Dan heb ik hier een aantal lipsticks. Even kijken. Ik heb er vier. Ik heb hier een beetje een paarsachtige. Een bruinige nude. Een echte nude. Dus echt een lichtbruine nude. En een fel rood. Ik had er in die video drie. Ik had ze ook alle drie opgedaan. En deze lipsticks zijn echt helemaal voor die lage prijs. Amazing. Deze lipsticks zijn echt geweldig. Er staat wel op mat. Ze zijn niet mat. Ze zijn totaal niet mat. Ze glanzen gewoon compleet. Dit zijn gewoon normale glanzende lipsticks. Dus let daar wel op. Als je iets mat zoekt, moet je ze niet halen. Maar deze zijn echt amazing. Wauw. We hebben hier ook de gel eyeliner en de nieuwe mascara. Had ik ook allebei getest in die video. En we hebben hier een complete oogpotloodjes set. Oh, het is voor lippen en ogen, voor allebei. Je kunt ze gebruiken voor wat je wilt. Dit doet mij echt denken aan zo'n kleurpotlood set. Weet je wel, van vroeger? Daar doet het mij echt denken. Dit was dan de hele collectie van Max & More. Superleuk. En dan is hier de laatste PR-box van Maria Malky. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Oh my god. En zij hebben mij ook een pakketje gestuurd. En ik weet god niet wat erin zit. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wauw. Dit is dan wat je ziet als je het pakketje openmaakt. Oh, oh. Er valt iets uit. Dit is wat je ziet. Ik moet zeggen, dit is voor mij een nieuw merk. Ik kende hun niet. Ze zijn ook gewoon hier uit ons landje. Dat vind ik weer extra leuk. Dus ik ben heel benieuwd naar hun producten, omdat ik hun dus totaal niet ken. Ook hier een heel lief briefje. Oh, en ze hebben mij ook een code gegeven. Sarah10. En dan heb je denk ik 10% eraf van hun hele collectie. Dus hierbij ook dat. Dus mocht je vandaag iets willen en iets willen halen, dan heb je ook een beetje korting. Hier is een brush guide. Een heel boekje met hoe je alles moet gebruiken. Dit is wel echt heel handig. Oké, ik heb echt een heleboel gekregen. We gaan even alles bekijken. Ik heb hier dit gehad. Dit is de Wipe Off Face Pad. Hier ben ik blij mee, omdat ik dit elke dag gebruik. Oh my god, dat is dus deze. Zo'n pad gebruik ik letterlijk elke dag om mijn make-up ermee af te halen. Ik gebruik ook wel een product en dan breng ik die aan en dan dit. En dan ga ik daarmee zo overheen om alles eraf te halen. Die ik gebruik is van de Boozie Shop. Dus ik ben benieuwd of deze beter gaat zijn. Ook heb ik dit erbij gekregen. Zo'n haarding om je haar zo vast te houden. Daar ben ik heel blij mee.
en een netje om hem mee te wassen in de wasmachine. Je kunt dan die erin doen en dan zo doen in de was. Heel blij hiermee. Super leuk dat ze ook zo aan alles hebben gedacht. Dan heb ik hier de brush and sponge cleaning soap. Dus om je sponsen en je kwasten mee schoon te maken. Oeh, wauw. Dit ziet er echt prachtig uit. Kijk, dit is dan hoe die eruit ziet. Deze ga ik zeker gebruiken voor vooral mijn beauty blenders. Want die willen nooit goed schoon worden. Altijd een gezeik. Dan heb ik hier een beauty spons duo. Is dit niet echt prachtig? Dit was de verpakking. Kijk even dit. En dan moet je zo trekken. En dan is dit de grote en de kleine spons. Kijk even dit. Vooral die grote. Oh my god. Ik gebruik nooit echt zo'n kleine. Dus deze ga ik nou denk ik ook niet gebruiken. Hij voelt heel zacht aan. Ik vind het altijd belangrijk dat hij niet te hard is. En hij voelt gewoon goed aan. Deze ga ik zeker proberen. Hier ben ik wel heel benieuwd naar. Dan heb ik hier een loose eye pigment. Dit is een oogschaduwpigment. Kijk hoe mooi die verpakking is. Kijk even hoe mooi. Heel mooi. Het is zo een beetje heel licht goud. En dan hier heb ik lijm voor wimpers. Ja, wimperlijm. Wimperlijm heb ik echt altijd nodig. Want ik draag elke dag wimpers. En lijm gaat er echt hard doorheen hier. Dus hier ben ik blij mee. Ik heb ook hier lashes. Oh, wauw. Deze zijn mooi. Ik heb er twee. Deze zien er wel echt prachtig uit. Ik hou van heftig. Deze zien er super heftig uit. Het is foaming. Daar ben ik ook heel blij mee. Dit is Sophia. Kijk even hoe mooi ze eruit zien. En hier heb ik Mila. Je kunt helemaal niet zien dat het foaming is. Het is gewoon net echte mink. Ja, deze ga ik zeker tweeten gebruiken. Ook denk ik in een video. Dan heb ik hier nog zo'n ding. Deze heb ik al. Deze zijn heel erg handig om je kwasten mee schoon te maken. En hier heb ik... Ik denk de kwasten. Kijk deze verpakkingen van hun. Echt, ik ben echt impressed met alle verpakkingen. Kijk hoe prachtig deze kwasten eruit zien. Zijn dit niet echt de mooiste kwasten die je ooit hebt gezien? Ook zo rosé en roze en zo. Ik heb er ook echt een heleboel. Zowel voor het gezicht als voor de ogen. Deze kwasten ga ik zeker twee te proberen. Ze zien er in ieder geval veelbelovend uit. Jullie gaan ze sowieso... in mijn video's zien. Oké, en wat was het dan? Oké, mensen, dit was dan de hele PR unboxing video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Als je meer van dit soort video's wilt zien, let me know. Want nu kan ik ze weer maken. Door corona kon ik ze een hele lange tijd niet maken. Omdat ik gewoon niet meer veel PR kreeg. Dus let me know wat je ervan vindt. Als er iets is wat je graag wilt zien, laat het me ook weten. En ik hoop dat jullie hebben genoten van alles wat ik vandaag heb laten zien. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezichtje hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!